Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Ik denk dat we nog genoeg dossiers mee hebben om daar werk te hebben voor een aantal jaar. Goed, komen we bij de volgende vraag van meneer Neus. In verband met de toelage aan de studie. Ja, voorzitter. Collega Moerans, de vraag is uiteraard aan u gericht, zoals u weet. Zoals weet dat ik nog dat u toezegging zou gedaan hebben om een alleen bijkomende toelage van €900 te bezorgen aan de mensen van de kunstcultuur en de suiker. Voor alle duidelijkheid, het gaat mij niet over de subsidie aan zodanig, of dat je die moet krijgen of niet, daar ga ik het absoluut niet over hebben. Dat is de aanleiding. Het gaat om over de rol die meer daar in dit verhaal speelt. Dus het scheepcollege ging niet in op uw belofte toezegging eigenlijk van die subsidie, waarop u de negatieve mededeling moest overbrengen naar de mensen in de Romeinse suiker, zoals het mij verteld, en ik heb voldoende reden om aan te nemen dat het correct is. Daarbij die vragen, door wie werd het punt dat het sprookjesop college daarop geagendeerd. Vindt u het normaal dat u iets kunt toezeggen al voor zo'n college een beslissing neemt of genomen heeft? En vindt u dat een naam misschien kan overkomen als een zeker favoritisme en voorkeurbehandeling, waardoor de objectiviteit in het gedrag kan komen? Zo kort mijn vraag voor de sleutelbeeld in deze blok. Goed, voorzitter, collega's. Meneer Nieuws, het verhaal dat u vertelt, dat u de waarde al omlaag gaan. In de zin dat in maart de vraag is gekomen naar de Saturna van de mensen van de cultuur, magazine van Suiker. Dat zij een gesprek met ons wilden omdat zij enkele mooie financiële maanden doorgingen. Omdat de provincie Antwerpen de toelage die zij in 2012 gegeven hadden, in 2013 teruggeschroefd hebben. In 2014 hadden zij al een informele toezegging gedaan om het cultuurmagazine terug te ondersteunen. Wat wil zeggen dat 2013 moest overbrugd worden en zij gingen enkele financiële moeilijke zomeren aan het doen. Nu, ik heb deze mensen, waaronder de eerste van mevrouw Verhaast van het cultuurmagazine Suiker, bij mij twee maal ontvallen, of gevraagd om het gewoon te exploreren, voor de nodige informatie laten zorgen voor toch wel zeer te duiden wat de bedoeling was. Ik heb dan ook gezegd dat vanuit de stad toen uit een financiële tegemoetkoming van financiële extra toelagen, dat dat heel moeilijk zou zijn gezien de financiële situatie waarin we ons nu verkeren. Wat ik wel geloofd heb en dat heb ik openbaar gemaakt, is dat ik naar hooghand, dus naar de deputés zou bellen, dus contact mee op zou nemen om hun zaak te bepleiten met hen. Ik heb ook verschillende keren contact gemaakt met deputé Bellis en deputé Lens. Die toch voor de cultuur hier in Turnhout instaan. Wij hebben ook op een bijeenkomst van het scheepcollege met de deputés en met de gouverneur dit punt terug op tafel gelegd. Daar is er weer het punt besproken van te zeggen, kijk goed, die mensen, we zien daar een echte meerwaarde in de cultuurmagazine. Dat is echt een meerwaarde voor de stadsregio Turnhout qua cultuur. Maar wij hebben daar nogmaals gezegd, kijk, gezien de financiële situatie in Turnhout, is het wel zeer moeilijk om daar mee te moeten gaan komen. Nu, heeft onze inspanning niets opgeleverd, in tegendeel. Wij hebben achteraf contact, of ik heb achteraf contact gehad met de mensen van cultuurmagazine. En zij hebben al bevestigd dat de deputés eigenlijk een extra toelage of extra bijdrage zouden leveren voor 2013 te overbruggen. Een bijdrage van €20.000, waar zij eigenlijk heel tevreden mee waren, omdat er dan enkele
de stap zouden zetten om hun verder te ondersteunen. Nu, er is dan achteraf nog samengezeten geweest met twee mensen van de cultuurdienst van de stad Turnhout, om alsnog via de stad Turnhout eventueel een bijkomende toelage aan te vragen. Vandaar een bedrag van 1900 euro. Dat was blijkbaar een advertentie, dan zal ik zeggen, dat eventueel het voorstel was geweest om naar het college te laten komen. Dit is ook in een beroep gegoten en naar het college gekomen, ook vanuit de dienstcommunicatie. Wij hebben geopperd als schepencollege om te zeggen, kijk goed, de cultuurmagazine Suiker wordt al tevens ondersteund door enkele stedelijke niveaus, zoals de KMV, zoals de BIP. En we vonden het op dit moment niet opportun, weer al gezien de situatie waarin we ons bevinden, niet opportun om hierin verder te gaan. Nu, de mensen van cultuurmagazine Suiker hebben dit ook telefonisch al vernomen. Dat wij hier niet verder zouden op ingaan. Nu, ik heb persoonlijk ook een mail ontvangen naar aanleiding van de vraag van de heer Stels zondagavond, dat hij ook verrast was dat dit punt geagendeerd was. Ik heb hem dan gisteren ook nog even telefonisch opgebeld met de vraag van, kijk goed, hoe zit het juist, is daar ergens binnen Stad-Turnhout een formele toezegging of een belofte gedaan geweest van 1900 euro om deze te ondersteunen. Dit heeft ook formeel ontkend dat dit ooit zou gebeurd zijn. Nu, bij mijn weten is dit ook niet het geval. Dus ik vermoed dat ergens waar toch wel ergens anders te doen is. Nu, de mensen van Suiker zijn ons zeer dankbaar. Er is ook bij wijze van opwerking van Roelstels ook gezegd dat wij dit ondersteund hebben naar de provincie toe. Dat wij hun zaak ook al bepleit hebben en dat dit eigenlijk tot zich toch wel enigszins gedeblokkeerd heeft gegaan. Dus ik vind het een klein beetje wordt dat het beloofd zou zijn door mij of door een of andere ambtenaar. Dus ik heb daar ook een navraag voor gedaan en hier is door geen enkele ambtenaar ook een toezegging gebeurd geweest. Ja, Schipper, je hebt natuurlijk uw verhaal goed opgehangen aan een hele grote kapstok. En ik heb het wel in het begin gezegd, mij gaat het niet over die subsidie. Hè? Daar gaat het mij niet over. En ik heb dat verhaal verteld van de subsidies die krijgen van op een hoog land en dat wij, dat heb ik niet gevraagd, daar gaat het mij niet om. Ik weet alleen dat u het punt geagendeerd hebt op het Schepencollege van 6 juni, dat weet ik wel. En daar is het ook behandeld, uiteindelijk. En ik vind het gewoon niet normaal dat u als niet-schep van cultuur, dat u, het is wel als u bevoegdheid niet, en u spreekt over niets anders dan over cultuur, dat u daar gewoon als middelaar bent opgetreden voor de groep. Het komt mij voor dat iemand, een vereniging, een organisatie of een instantie die inderdaad meent recht te hebben op een subsidie, dat die formeel een aanvraag moet indienen langs de geëikte kanalen, zodat het dan via de geëikte kanalen op het Schepencollege kan komen. En als het op deze manier gebeurt, hè, want u zegt zelf, ja, ik heb beloofd en ik heb contacten genomen, ik heb alles ervoor gedaan, om er toch iets los te krijgen voor die mensen, dan zeg ik. Dat kan op voorwaarde dat dat eerst de definitieve beslissing van het college is geweest. En nu heb je eigenlijk oneigenlijk gebruik gemaakt van uw bevoegdheid om hier iets wat te doen te forceren. En uw intentie die zal wel goed geweest zijn, want daar wil ik nog niet aan twijfelen. Maar mijn punt is eigenlijk dat als er vragen moeten gesteld worden over geld of over andere zaken, die moeten beslist worden door het college, dat het ook formeel naar het college moet gestuurd worden. En dat het gaat gebruiken naar een zeker favoritisme als een schip dat in hun plaats doet. En dat is hier kennelijk wel gebeurd. Want je hebt het zelf geagendeerd, als ik het formeel schriftelijk vraag, moet ik met mij dan antwoorden. Dus op 6 juni op het college wordt u aan de agenda gevraagd. Dus daar gaat het mij eigenlijk om. Bij mij mag iedereen subsidie krijgen, natuurlijk, daar gaat het niet om, hè. Maar het moet wel langs je eigen kanaal gaan. Daar gaat het wel. En ook, dan zou ik toch denken als het hier over de cultuur kan zijn gedaan, dat het via de schepen van cultuur zou moeten gaan en niet via de schepen van communicatie. Tenzij u zegt, zal ik ook communiceren in plaats van iedereen. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Dank u wel, even op dit punt, meneer Meus. Ik heb enerzijds te goede vrouw gehaald in de zin van. Ik was ook van mening dat dit ook te maken had met communicatie. Dus communicatie van evenementen, van de toeristische
kwestie of een of ander naar buiten doen. Dus dit valt wel onder mijn bevoegdheid van communicatie. Ik heb deze mensen ontbonden of gevraagd om te komen op mijn kabinet op bureau om hun verhaal te doen. Ik heb ze dat ook, zeker als het met de ontvanger daar op dit moment. Ik heb daar één ding beloofd en dat is gewoon dit bepleiten bij volgeraf toe van de vraag naar kijk. Probeer daar een extra inspanning te leveren. Wij vinden dit als stadgemaat een meerwaarde hebben. Wij kunnen daar als stadgemaat geen extra financiële inspanning leveren. Ja? Wij willen dit rode plaatje, wij zien daar een meerwaarde in. Gelief daar uw mening te veranderen, gelief daar alsjeblieft op in te gaan. Wij kunnen dit niet doen. Is dit favoritisme? Ik denk het niet, want die eigenlijk is gedaan. Er is een aanvraag geweest van 1.900 euro in samenspraak met de dienst cultuur. Ja, dit is inderdaad besproken geweest. De dienst communicatie heeft dit geagendeerd op het college. En daarin heeft het college beslist dat daar niet verder op in te gaan, omdat dit niet op hun bleek in de financiële situatie. Zij hebben nu al ondersteund op programma in 40 en pieper. U zegt dat de administratie geagendeerd gebeurt hetzelfde. Nee, dienstcommunicatie heeft dit, of via de dienstcommunicatie is dit geagendeerd geweest op het college. Dus via u dus, hè? Waarom? Dus via u dus, hè? Dat klopt. Oh, waar. Dat ook in de score. Dit lijkt dan toch een communicatie. En de communicatie naar de burger toe, zodat ik daar de boerenvrouw heb gehandeld en die mensen daar ook voor een ontvangenheid. Ik denk dat ik daar eigenlijk ook wel een brief voor heb voor naar de mensen te plaatsen. Ja, dat scheelt me. De mensen moeten informeren dat ze dus formele vragen moeten stellen. Als elke burger op die manier met schepen gaat komen onderhandelen over subsidies en andere voordelen, dan zijn we ver weg, dat weet je toch. Dat is geen goede zaak, dat is geen goed bestuur. Dat moeten we toch vermijden, zoiets. Dus laat ons dat soort dingen gewoon vormelijk houden, zodat we dit soort discussies niet moeten voeden. Want dit is eigenlijk een discussie, ja, die jammer is dat ze moet gevoerd worden. En bovendien, en ik blijf erbij, is het de bevoegdheid, lijkt mij, als het over cultuur gaat en subsidies, toelagen voor culturele organisaties, lijkt mij dat toch eerder een bevoegdheid voor de schepen van cultuur. Maar goed, dat moeten jullie maar onder elkaar uitmaken. Ik heb al meer vastgesteld dat de hulplijnen voor elkaar worden ingeroepen in het Schepencollege. Dus dat zal het wel zijn. Maar ik vind gewoon geschreven en dat u toch wel dat als een punt van eer moet maken, dat als mensen of instanties naar u afkomen met vragen voor verder subsidiëren of subsidiëren te koeren, dat u eerst die mensen de vraag moet formeel laten stellen op het college en dat ze dan een keer gehoord kunnen worden op het college. Maar ik denk niet dat u hier voorafgaande demarches moet doen om iets te bekomen. Ik denk dat dat fout is, een slecht signaal is. Want er zijn andere verenigingen die gaan misschien dat volgende keer ook doen. Maar we weten waar het begint, maar we weten niet waar het eindigt. Collega's, ik denk dat in de gepaste conclusies uitgetrokken worden. Dan zijn we gekomen bij de volgende vraag. Vraag 28 u. Werkbezoek aan een aantal ondernemers. Uw laatste zin was misschien wel de meest belangrijke. Die is goed geregistreerd in elk geval. Nog een andere vraag. Hans-Oven, u weet dat als Hans-Oven ergens in een Schepencollege verschijnt, dat we een vraag mogen stellen. Klassisch. Dus in het notulen van het Schepencollege van 16 mei, vernemen we dus dat het college een goedkeuring geeft aan een werkbezoek aan Hans-Oven in het najaar. Uiteraard wil ik weten wat die precieze doelstellingen van het bezoek zijn, het programma, het nut van dit werkbezoek. En ook welke personen zullen deel uitmaken van een driekoppige delegatie. Ik heb ook begrepen uit het verslag van het Schepencollege dat de notulen dat het alvast de burgemeester is en nog twee andere mensen. Kan dit bezoek geïnterpreteerd worden? Het is dus een open vraag. Als het opmaken, dus opdoen eigenlijk, van subsidies van een hogere overheid om later subsidies niet mis te lopen. De tekst in de notulen zouden wij dit kunnen doen, vermoeden. De vorige en de huidige schepen bevoegd van ontwikkelingssamenwerking, die komen bij u, beloofde voor de legislatuur al een grondige evaluatie van het nut en de werking van deze specifieke stedenband te maken. Ik vraag mij af, is deze evaluatie reeds gemaakt in de schoot van het Schepencollege? Want ik meen mij te herinneren dat er toen gezegd is, en we zouden daar de notulen op kunnen nalezen, dat er in functie van een volgende bezoek toch wel eerst een grondige evaluatie zou gemaakt worden.
Als dat zo is, ja, wanneer wordt daar dan een bespreking van voorzien? Want dan denk ik dat we daar recht op hebben om dat te weten. En als dat nog niet gebeurt, is die evaluatie, dan zou ik graag willen weten voor wanneer die voorzien is. En dan een verder bijkomende vraag. We hebben dus met naast Amazon hebben wij nog andere gesneden banden waarover momenteel zeer erg genomen wordt. En mijn vraag is eerder om die toch wel in het najaar, oktober of november bijvoorbeeld, is uitgebreid toe te lichten in het perspectief van een evaluatie. Ik vraag mij af of dat mogelijk is, want ik denk dat we die zaken allemaal op een rijtje moeten zetten. Vooral gelet op de mededeling toen van Peter Segers, dus waar hij zei, oh, dat grond evalueren, want dat kost geld, is dat nuttig, rendeert dat enzovoort. Want zo'n situatie nu, wat Amazon betreft, is, meen ik dat het eigenlijk allemaal heel weinig zorgen aan de dijk brengt. En dat de Turkse burger daar eigenlijk heel ver afstaat, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Ik kijk uit naar die antwoorden. Ik had bij voorkeur graag de eerste en de tweede vraag door de burgemeester beantwoord willen zien en de andere vragen door de schrijver van de Turkse. Dus zijn jullie ook heel blij in de meneer Meijers, ik ga het zien dat mijn voorzitter is toch geantwoord. Want de steden aan Amazon dat aanleggen om de samenwerking in de plaats te doen. Ik heb vooral de vorige legislatuur, toen Marcel en ik na die tafje van Marcel ook al vragen daarover beantwoord. En ook niet de minister toen. Maar goed, wat zijn de precieze doelstellingen? Dus misschien beginnend, eigenlijk stond er in ons plan 2013. Dat in het voorjaar een werkbezoek zou gebruiken. Dat plan is trouwens ook hier in de gemeenteraad goedgekeurd, zij het niet ging dan niet. Dus we houden ons aan het plan. Alleen hebben we omwille van de omstandigheden en de strategische planning en besparingsoefening geoordeeld als college dat het niet opportun was om deze in het voorjaar al te plannen, maar eerder na het najaar te verschuiven. Maar ze stond in de jaarplanning. Precies, het programma ligt nog niet vast. Maar het doel van de missie is het doel. Ten eerste is er een uitnodiging van het Amazon voor kennismaking met de nieuwe burgemeester. En daarom ben ik de vraag voor de deelbeantwoord van de burgemeester. Precies daarom. Ja, ik ben natuurlijk voor het Amazon. Heel serieus. Doe dit je best. Denk maar. Goed, dus dat is het gedeelte dat we kennis maken met de nieuwe minister van Turnhout. En dan zal er ook een mooi officieel protocol zijn, zoals dat bij een dergelijk bezoek past. En dan gaat er een bespreking zijn, en uiteraard wordt het programma in die maand opgemaakt rond de lopende projecten. En dat heeft dan te maken met seniorenzorg en dementie. En er is ook sprake van de opleiding verpleegkunde, waar we ook in de commissie al wel eens opgewezen hebben van contacten tussen de verpleegkundige school in Amazon en BFZ Turnhout. Bruno Thomas Mooi eigenlijk. En bij de school, zowel de school in Amazon als BFZ Thomas Mooi, zijn bereid om die samen te bekijken. Dus we gaan naar kijken wat daar binnen de kortste keren mogelijk is. En dan is er nog sprake rond dat samenwerking van fitnesstoestellen die in China op welke straat ook te vinden zijn, openbaar om te kijken of we de toestellen ook in Turnhout te kunnen plaatsen. En dan zijn we heel bereid om daar een schikking van te doen. Goed, in het verleden werden we ook regelmatig werkbezoeken georganiseerd, dus dit is niet buitengewoon. Welke personen zullen deel maken van de delegatie? Wel, de burgemeester is uitgenodigd. De andere leden liggen nog niet vast en we gaan dat een beetje bekijken in functie van het programma. Nu er staat in de notulen van het college een drietal leden. Er staat niet expliciet het getal, maar een drietal. Dat zou eventueel ook naar vier kunnen, afhankelijk of we een tolk meenemen. Staat er letterlijk in? Een drietal. Volgens mij een driekoppeldelegatie. Het zal een driekoppeldelegatie zijn. Volgens mijn richting staat het college. De delegatie zal bestaan uit een drietal. Dat is volgens mij zoveel. Ik denk ook vanaf of we tolk meenemen en in hoeverre we ambtenaren meenemen. Ik weet dat in het verleden
ministerie, het verhaal van uw ministerie gaan hebben, is het goed om ook die vertegenwoordiging mee te de burgemeester is dat gaat op invoeren. Dus, ik ga dan zo tegen de tijd als het opmaken van subsidies. U hebt dus een beste geval een zeer suggestieve vraag. Het opmaken van subsidies, het schandalig vermeld in het plan dat we ingediend hebben bij Vlaanderen. Op de gemeenteraad heeft dit bij meerderheid goedgekeurd. Dus het is het opmaken van subsidies. Dat is een plan dat goedgekeurd is uitgevoerd. En die hebben daar tegen gestemd. Dat stond een letterlijk aantal zaken in. En wat de evaluatie betreft, die is inderdaad in het college nog niet gemaakt. Er waren al een paar keer in de secretaris gaan dat getuige momenten gepland om daarover te spreken, maar wel van agendamatige zeg maar, verschuivingen is dat er naar achter geschoven en is nog niet aan bod gekomen in het college. Wordt in ieder geval gepland. Dus er is nog geen concrete datum. De laatste datum die er was. Al deze maanden, maar het is verschoven. Dus we hebben nog geen nieuwe datum daarvoor hier staan, als het niet terug is. In ieder geval, zodra we de evaluatie maken, zal ze ook op de eerste van de commissie 5 besproken worden. En ook op de Mondiale Raad die een advies moet geven over dit plan. Wat verder nog eer mee kan gegeven worden, is dat ook het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking en VWSG. Die hebben regelmatig overlegmomenten met de gemeente en steden die besteden aan het hebben en ook een convenant hebben. En daar is eigenlijk als enige punt van kritiek, ik noem het ook kritiek, dat het binnen de steden maar belangrijk is om gemeentebestuur tot gemeentebestuur te blijven samenwerken. Dus dat we niet enkel de facilitatorrol moeten opnemen. Dus dat daar aandacht moet verzinnen, moest de samenwerking continueren. En dan heeft ook een vraag om meerdere stedenbanen. Dat zijn eigenlijk geen stedenbanen, maar journalages. Dat is wel iets anders, want een stedenbaan is officieel vastgelegd. En dat volgt in de Vlaamse regering, die daar van elkaar gedaan. Journalages zijn eigenlijk vrijwillige samenwerkingen. En er zijn zo drie, met Gelderburg, Nadooi en Aalburg. Die behoort ook bijvoorbeeld van de burgemeester, maar wordt ook recenter, dat is dus opgevolgd door de ambtenaar die op de stedenbaan Amsterdam opvolgt. En daar is ook een toelichting op de commissie. Kan daar gegeven worden, maar mij lijkt het ook logisch aan dat ze een adviesraad moeten volgen, maar een adviesraad. Dat ook de voorzitters van die comité's daar worden uitgenodigd en aan hun werking toelichting. Want ik denk dat in alle drie die zusterbanden toch wel gewerkt wordt. Ik zou ook een bepoot al kunnen vragen wat het ligt, maar ik stel voor dat wij op de commissie doen. Ja, Schepen, wat de laatste vraag betreft, inderdaad, de nuance van de journalisten, dat je gelijk hebt. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat er samenwerkingsverbanden zijn met die steden, die ook heel vaak een officieel karakter krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan het bezoek dat er in de vorige legislatuur geweest is aan Annebrug, wat een heel officieel kader heeft gehad. Dus ik denk dat we daar dat we op een lijst moeten kunnen zetten. En dat we daar toch, en dan kijken we de burgemeester toch eens verkeer, die zaken zo bereid kunnen zetten. Inderdaad, na misschien de evaluatie met die groepen die daarmee bezig zijn, geen enkel probleem daarmee. Maar ik vind wel dat we daar druk op in moeten krijgen als gemeenteraadsleden. Maar hoe werkt dat nu? Dat moet ik dan wel met meneer als je engageren. En voor mij part geen zwaar, maar we moeten wel gemotiveerd werken. We moeten niet zo die mensen laten doen. In de hoop van ja, dat moet wel en dat komt wel enorm. Ik denk dat we moeten weten waar we mee bezig zijn. Dat is eigenlijk mijn enige bekommernis. En vandaar dat mijn vraag is van jullie die andere stedenbanden, ook eens niet navraging, want dat moet je dan een initiatief voor nemen. Toch eens niet najaar, of begin dan volgend voorjaar, dus niet dringend, bekijken, zodat we toch weten waar die mensen mee bezig zijn. Ze zijn heel nieuwe gemeenteraadsleden die dat niet weten. Waar die mensen mee bezig zijn, dat is allemaal vrij vreemd. En ook heel veel burgers weten eigenlijk niet hoe dat in elkaar zit. Dat is wat betreft, in stem kregen. Ik ga even antwoorden. Dus het is het recht gekomen, ik zal dan zeker aandacht geven aan uw vragen en ook aan de richting van de gemeente Landsteden over wat de steden van de inhouden en ook wat het bezoek aan zo'n legerrecht heeft. Ja, daar wil ik er nog iets op zeggen, maar dat deel toch tenminste. Ja, schepen zich de suggestieve vraag, ik heb ze ook maar opengesteld, dan kan dat geïnterpreteerd.
Ik heb gelezen dat men de convenant moet nagekomen worden, dat de Vlaamse overheid geld voorziet voor subsidiëring van die buitenlandse uitstappen. Ja, dan is er de vraag voor de hand van, ja, als er geen uitstappen zijn, gaat de convenant dan door? Dus is het toch niet zo heel suggestief om te zeggen van, ja, kan dat begrepen worden als, ja, we moeten eerst dat geld opmaken of we gaan onze verdere convenant mislopen? Dat is eigenlijk de intentie van mijn vraag. En dan wat natuurlijk de precieze doelstellingen en het programma en het nut van het werkbezoek betreft, ja, daar kunnen we dus van mening verschillen, dat is ook zo. Steek ik niet ons toe nog bij, dat weet ik. Nut stel op dit moment heel erg in twijfel. Ik vraag me ook af of we inderdaad op dit moment in tijden van bezuiniging, dat is een woord natuurlijk onhaalbaar ook in de mond nemen, dat we dus met gemeenschapsgeld tijdelijke trips voorlopig moeten doen. Gemeenschapsgeld van de Vlaamse overheid is ook gemeenschapsgeld. En ik zie het dan geen geld van de stad, maar wel dat van een andere overheid. Maar ook wel het geld van de gemeenschap, van de mensen dus, van de burgers. Vandaar dat ik denk dat we een besparing dan wel eens in een breder perspectief moeten kunnen zien. Ik heb altijd gezegd, Hans Hoving staat daar kritisch tegenover, maar als het nuttig is, kan het voor mij. Of kan het voor onze fractie. Dat is nu niet anders. Ik vind alleen dat we zorgen dat het nuttig is. Maar zoals het nu ervoor staat, is eigenlijk, ja, het gewoon wat warm houden van een band die is. En is een keer de burgemeester eens kennis laten maken. Ik neem aan dat op dat zich wel nuttig is. Maar of dat het nu op dit moment en met dat geld moet, dat bedrijven in de eerste. En ik wil ook zo snel mogelijk weten of u weet wie die mensen zijn die zullen meegaan. Nee, maar. Ja, in het verleden is er al gewerkt plan milieu en vooral waterzuivering. Ik hoor daar nu niks van terug. Wordt daar niet meer rond gewerkt? Kunnen we daar ook eens informatie rond krijgen? Ik ga van destijds die rietvelden die aangelegd zijn. Want nu hoor ik andere thema's. En het thema van waterzuivering vind ik niet meer terug. Misschien even beginnen met de vraag aan meneer Vlaanderen. Die waterzuivering was inderdaad inmiddels slecht met een rietveld. Dat is percolatieveld, dat is inmiddels ook gerealiseerd. Maar in het nieuwe plan staat dan vooral uitwisseling op het domein van milieu, maar niet zozeer over water, maar wel inzetten van hernieuwbare energie op openbare termijnen. Waar we dan zo'n klein aantal voorbeelden van gezien hebben, hoe men daar natuurlijke energie inzet. Op een paar van mensen wel in dat zonne-energie, waar trouwens ook de afgevaardigde van de Europese Raad, die de laatste missie heeft meegemaakt, zeer interessante beelden aan heeft gemaakt. En dat is zeker ook wel. Ik ben er juist vergeten te zeggen, dat stond wel degelijk in het antwoord dat daar niet, maar gegeven heeft, dus het is ook milieu, blijft daar een onderdeel van het stedenland. Nu goed, wat dan het verhaal van de subsidies nu we hebben. Aangegaan om een convenant met Vlaanderen. Als we natuurlijk dat engagementen niet nakomen, ja, dan denk ik, dan kunnen we beter ook zeggen dat we geen convenant afsluiten. En die convenant, en er wordt heel veel gefocust op Ransom in dat verhaal, maar de convenant wordt voor het grootste gedeelte ook gebruikt door de Noordwerking, de werking die we hier hebben rondgetrokken, die samenwerking, om die eigenlijk gesubsidieerd te krijgen. Daar zit ook de loonkost van een ambtenaar in. Onze wereldconsulent. Dus in die zin geeft Vlaanderen onze subsidies en geeft Vlaanderen onze stedenband, onze convenant en onze stedenband in principe al een heel aantal keren verlengd. En ook nu, het recente gesprek begin 2013, was er eigenlijk weinig kritiek op wat wij doen vanuit het Vlaamse Agentschap Internationale Samenwerking en VVSG. Nu ontkennen we dat die samenwerking niet altijd heel vlot gegaan is. Nee, maar goed. We werken daar aan en het is uiteraard het werk van een aardappel. Ja, burgemeester, als je dan naar China gaat, als je misschien de boodschap van de Europese Commissie meegeven dat er waarschijnlijk een heffing zal komen op de zonnepanelen. Collega's, ik stel voor dat we het even schorsen, dat we met de fractieleiders over het begin gaan. Gracias.
wedstrijd is aangesproken om de vragen af te handelen. Zij komen bij vraag 38b, vraag over het beleid van het basisonderwijs. Ja, voorzitter, ik ga toch maar een vraag stellen. Ik hoop niet dat je een antwoord gaat krijgen, maar ik ga het toch stellen. Omdat je het zo moet stellen. Ik heb recht als raadslid om mijn vragen in te dienen en ze die dan voor te leggen. Dus jullie verantwoordelijkheid als we naar uw mond over dit gaan. In ieder geval, mijn vraag komt van natuurlijk de inleiding van de EVZ over het beleid van het basisonderwijs, ten aanzien van het basisonderwijs. Heeft geen enkele band met de problematiek van de handelsschool, waar ik absoluut niet over wil uitweiden. Dat is van een totaal andere orde. Dit zijn concrete beleidsvragen die gesteld worden aan een beleid en aan doelstellingen die in een beleid worden geformuleerd. En van het Schedelcollege mag verwacht worden dat ze een beleidsplan, of tenminste een beleidsvisie, voor ogen hebben, ook al is het nog geen geschreven beleidsplan. En die visie, die wil ik toch wel te weten komen. Maar ik weet wat ik weet, maar ik ga op mijn vraag staan. Ik stel vast dat het stedelijk basisonderwijs een kleine speler in het brede Turnhoutse onderwijslandschap geworden is. Als we dat vergelijken met het verleden en de ouderen onder ons, die weten dat er eertijds een heel groot stedelijk basisonderwijs was op verschillende locaties. Wel, afgezien van de gunstige doorrichtingsverslagen door de onderwijsinspectie, die we nu hebben kunnen inzien, en waarvoor overigens onze felicitaties aan het leraarkorps, en ik sluit me daar zeer graag aan bij wat meneer Vos daar gisteren trouwens al over gezegd heeft, heb ik toch enkele vragen, en ik zeg nog eens, in het kader van formele beleidsdoelstellingen. Ja, ik wil daar ook eens onder spreken. Ten eerste, is de schepper van oordeel dat het inrichten van basisonderwijs behoort tot de kerntaken van een stad als Turnhout? Dat is een heel algemene vraag. Ja. Kerntaken, dat is een woord dat in het verleden al zeer vaak gevallen is. Dat gevraagd wordt vooral vanuit de oppositie en dat gebruikt wordt door de meerderheid. Alleen wij vragen om het in te vullen en de meerderheid vult het nooit in wat het eigenlijk is, die kerntaken. Dus ik vraag nu of dit een kerntaak is van een stad vast te gaan. Misschien kan een nieuwe legislatuur of een nieuwe winstploeg daar wel uitsluitend over geven. En als dat zo is, als dat een kerntaak is, dan wil ik weten welke die specifieke argumenten en concrete onderwijsdoelstellingen in het kader van het stedelijk onderwijsproject zijn om dat te handhaven als stedelijk basisonderwijs. Zo nee, als dat niet zo is, als dat geen kerntaak is, dan wil ik wel weten wat het toekomstperspectief van die school is. Ten tweede, spelen de grondbeginselen van het zogenaamde schoolpact nog een doorslaggevende en dus fundamentele rol ter zake bij de beleidscursus van de stad anno 2013? Dat is ook een heel algemene vraag. Een heel technische vraag, als je mij vraagt straks. En wat kost het stedelijk basisonderwijs de stad op jaarbasis? En we hebben dus deze dagen, nu, gisteren, heb ik de dossiers gaan inzien en voor het eerst kennis kunnen nemen van het doorrichtingsverslag van de basisschool. En op het onderwijskundige vlak is dat perfect in orde. Alleen zie ik daar eigenlijk geen elementen in om te zeggen, maar kijk, het stedelijk basisonderwijs, als dusdanig, moeten we als stad blijven inrichten. Dus ik vind daar eigenlijk nergens een link naar de kerntaak. Dus ik zou het graag, dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag, hè? Of je dat een kerntaak vindt. En zo ja, waarom dan eigenlijk? Ik ga het hier voorlopig bij laten. Collega Meus, als stadsbestuur blijven we daarop inzetten. Turnhout is een onderwijsstad en dat een voldoende groot aanbod. Kwalitatief onderwijs moet gegarandeerd blijven. We moeten erop toezien dat een kind maximaal kan ontplooien. De basisschool is de eerste school met een brede schoolwerking. Hier kan men ook terecht voor digidag, basiseducatie. Er wordt na de school ook lesgegeven in tekenacademie. Om maar enkele voorbeelden te geven. Het is een school met grote diversiteit,
De school heeft een degelijke visie. Het heeft een goede ploeg, dat heeft het woord straks naar verwezen. De school is een goede afspiegeling ook van de wijken, rondom. Om weer werkingsmiddel te komen, zijn we ook toegetreden tot het schoolgemeenschap de schakel om onze werking te versterken. De basisschool staat open voor alle kinderen. Ze streeft optimaal naar het ontplooien van elk kind tot maat, van elk kind, zodat het op de optimaal kan functioneren in onze samenleving. Zij maken gebruik van onderwijsvernieuwende initiatieven in het kader van interne kwaliteitszorg. Het verhaal moet niet af zijn, het is altijd in beweging. Wat de kostprijs is van de school per jaar, elke school ontvangt subsidiëring van het onderwijs en personeel, ook de werking ervan. Dat betekent voor de basisschool een ontvangst van meer dan 1 miljoen euro en centen die uiteraard integraal naar de school gaan. Als individuele markt investeren we ook in bijkomend personeel en de extra's die gedaan worden in die gebouwen. En dan heb ik het vooral op het dak, de zonnepaneel, de ramen die van de zon worden gedaan. Dit zijn natuurlijk ook investeringskosten. Als je exact wil weten wat alles in zijn totaliteit kost, dan wil ik dat graag vragen aan de financiële dienst om dat even te lijsten. Ja, Schepen, dat is echt vermoeiend van uw vragen te stellen, maar zo'n antwoorden, die kan ik zo in mijn mouw schudden. Dat heb jij, wat je daar zegt over die doelstellingen. Dat is zo algemeen, dat is zo niets te zeggen. Daar is iedereen mee eens, maar ik vraag naar specifieke zaken die te maken hebben met een kerntaak. Als je zegt, ja, we zetten daarop in, dan is mijn vraag, is het een kerntaak of niet? Dat is iets heel anders. Ja, natuurlijk, ik neem aan dat u daarop inzet, zolang die basisschool dat is, dat u daar echt voor inzet. Maar is dat een kerntaak? Dat is een beleidsvraag die ik stel. En dan de argumenten dat er die dag hier wordt georganiseerd en andere dingen, dat heeft niets met de opdracht van een basisschool te maken. Hooguit het gebouw kan daarvoor dienen. Maar een basisschool is meer en het gaat over mensen en dat zijn doelstellingen die moeten bereikt worden. Dus je zegt, ja, alle kinderen voelen zich daar goed en op je gemak en zo. Ik wil het aannemen, hè. Het moet. Ik zou zeggen, gelukkig maken dat ze zich daar goed voelen en dat er goed lesgegeven wordt en dat er ernstig gewerkt wordt. Maar dat doet hij eigenlijk in mijn vraagstelling toch niet ter zake. Ik weet ook wel hoe een school werkt en ik weet ook wel wat de doelstellingen van een school moeten zijn. Maar hier concreet, u als inlichtende macht van een basisschool, ik vraag gewoon, is dat nog een kerntaak? Ik heb daar geen antwoord op gehad. Vraag dan, ja, zijn er specifieke argumenten? Ik verwijs zelf naar het doorlichtingsverslag waar ik dat niet onmiddellijk de link mee zie. Misschien ziet u hem wel, leg je mij dan uit, ik hoor niets. Toekomstperspectief van de school, daar wordt niets over gezegd. Het is alleen goed, het kan allemaal groeien en het moet allemaal beter. Ik ben er al volledig mee akkoord, maar daar gaat het toch niet om. Allee, zijn dat nu zo'n moeilijke vragen die ik hier stel? Ik vraag het als politicus vragen, niet als geïnteresseerd in het onderwijzer of iets dergelijks, maar ik wil als politicus hier beleidsvragen. Ik krijg het niet enkel. En als ik u vraag wat kost het stedelijk basisonderwijs de stad, dan komt u mij nu antwoorden dat u daar een beetje moet navragen op de financiële dienst. U hebt dagelijks tijd gehad om dat eens even na te vragen. Hè. Dat zijn geen grote getallen. Hè. Of tenminste, dat zijn misschien wel grote getallen, dat is geen groot opzoekingswerk. Dat kunt u zo uit de rekening en de begroting halen. Dus ik zou toch wel, als ik die concrete cijfers vraag, dan zou ik die ook willen krijgen en niet antwoord moeten hebben. Ja, ik zal die cijfers laten opzoeken. Ik vind dat dus een antwoord beneden alle pijl dat op geen enkele manier tegemoet komt aan mijn vraag. En dat is een politieke vraag die hier gewoon niet beantwoord en dus op een niveau van, ja, ik had er geen verder woorden aan maken. Vraag zoals gezegd wordt ons beleid nog uitschrijven en wij moeten deze met het college allemaal bespreken wat de kerntaken allemaal gaat zijn. Ik kan daar nu nog niet over gaan spreken voor mijn beurt en dat kan ik nu niet doen. Ja, voor de gaan we veel werken, dat is heel duidelijk een beetje aan voor bijdragen. Ja, ik wil toch ook even willen antwoorden, meneer Meeps. U weet ook dat elke basisschool, dus ook de stedelijke basisschool, beschikt over een schoolweerplan dat elk jaar opgesteld wordt, alleen bijgeschaafd wordt op basis van gegevens die
de Vlaamse onderwijsoverheid in respect. En dan wil ik het niet alleen hebben over het listrijdenpakket volgens de schalen, die meegedeeld worden na de telling van de leerlingen op 1 februari, maar dan heb ik het ook over de 6 listrijden die aan elke school al niet toegekend worden op basis van de kennis van het Nederlands, de taalstaal al dan niet het Nederlands, of en of de vorming die de mama van de kinderen die naar die school gaan genoten heeft. En op basis daarvan worden doelstellingen door het personeel van de school samen met de directie bediscussieerd en verder uitgewerkt volgens een plan, een zorgplan of hoe dat je dat ook mag noemen, dat goedgekeurd wordt door de personeelsvergadering, schoolraad en eventueel ook oudercomité. En dat na de inrichting van macht ter bekrachtiging doorgestuurd wordt. Ik ben zelf 14 jaar directeur geweest van verschillende basisscholen voor verschillende inrichtende machten. Ik weet dus wel hoe dat het gaat. Als de inrichtende macht overtuigd is van goede inzet, de kwaliteitsvolle inzet van haar of zijn personeel, dan worden daar geen verbeteringen aan toegebracht. Dat heb ik ook nooit meegemaakt. Dus het kan goed zijn dat de doelstellingen die vorig jaar begonnen voor deze school, dat die voor volgend schooljaar op de personeelsvergadering van eind augustus, het zal zo waarschijnlijk zijn, zullen aangepast worden. Ja, wat u mij hier komt vertellen, dat wist ik allemaal, dat is niet nieuw. Maar ik weet wel, en dat weet u ook als gewezen schoolhoofd, dat u de normen die door de overheid zijn opgelegd, dat is een basis. Maar heel veel scholen geven daar nog een eigen invulling aan. Speciaal om de specificiteit van hun onderwijs meer gestalte te geven. Een college doet dat op een andere manier dan. Andere school bijvoorbeeld, met een eigen accent. En dat is precies wat ik wil weten. In wat onderscheidt dit ons basisonderwijs zich van de rest? Om te kunnen zeggen, maar dit is inderdaad, daarom blijft het een kerntaak van onze gemeente. En dat heb ik dus nog altijd niet gehoord. En dan vraag ik heel concreet, welke specifieke argumenten en welke doelstellingen zijn daarbij? Binnen een schoolproject, precies om te zeggen, van jij, daarom hebben wij als stad nog eigen basisonderwijs nodig. Dat is de kernvraag. En dat zou ik graag weten van u. Al de rest, die technische dingen, dat weet ik ook allemaal wel. Mevrouw de Schipper, u hebt met deze woorden gezegd dat de basisschool een degelijke visie heeft. Wat is deze visie en hoe wordt die geïnspireerd door de inrichtende markt? Mevrouw Bartek. Dat elk kind zijn eigen maximum moet ontplooien naar aanleiding van elk individu. En iedere leraar ziet daarop toe. Dat is een doelstelling van elke school, ja? Wat is er nu zo specifiek aan voor het onderwijs? Heel algemeen doelstelling. Maar hoe wordt die geïnspireerd door de inrichting van macht? Krijg je een antwoord? De voorzitter, ik wil nu zijn er tussenkomen. Ik wil alleen nog stellen dat ik nu vastgesteld heb vandaag dat we denken deze legislatuur nog over onderwijs geen tijd en geen gratis gesprek aan kunnen komen. Vindt dit beneden aan? Goed, dan We hebben over dit deel van het participatietraject de volgende vragen.
Hoe komt het dat op de slides van commissie 3, 7, zelfs 8 opties werden weergegeven en dat op de communicatieraad die op dezelfde avond plaatsvond, met slechts sprak van 3 opties? Wij vonden dat vreemd. Dat is ons langs meerdere kanten bevestigd dat er inderdaad binnen de communicatieraad over 3 opties werd gesproken. En ik heb hier dezelfde slides van commissie 3 en daar staan inderdaad 8 mooie tekeningetjes op. Om de verschillende opties tegenover elkaar af te wegen, moet de burger goed geïnformeerd zijn. Mobiliteit is, zoals u zeker weet, een zeer ingewikkelde zaak. Daar hangt van alles aan vast. Daar heeft de toekomstige uitbreiding van de vorm van Turnhout mee samen, het ziekenhuis hangt mee samen. Mobiliteitsnetwerk in zijn geheel hangt aan elkaar. Wat u op het lokale niveau doet, heeft een implicatie op het regionale niveau. Dat is allemaal heel ingewikkeld. En om de burger in staat te stellen om een goede afweging te maken, moeten zij ingericht worden over alle voor- en nadelen van elke optie. Op welke wijze zijn al deze opties onderzocht? Ik ga ervan uit dat u de mensen in september de 8 opties zal voorleggen met elke keer de voor- en de nadelen onderzocht door een specialist ter zake. Wat zijn de beoordelingscriteria die mee in het onderzoek zijn opgenomen? Is het onderzoek al afgerond? En zo ja, kunnen we dit onderzoek en bijkomende resultaten inzien? Ik denk dat het vrij duidelijk is. Goed, meneer Sterks. Ten eerste, voor de communicatieraad zijn geen basisconcepten getoond en er is ook geen volledige opzomming van die concepten gemaakt. Er zijn enkel een paar voorbeelden van dergelijke basisconcepten aangehaald. Er werden toen 3 voorbeelden genoemd, namelijk het doortrekken van de ring, kanaalboulevard en Noordboulevard. Dit was dus enkel als illustratie bedoeld en niet zozeer als een volledige opzomming. Ja, het is mij eenmaals en langs meerdere kanalen gemeld dat op de communicatiekaart is voorgesteld dat zijn er 3 opties waaruit men moet kiezen en voor de rest. Meneer Sterks, daar klopt langs geen kanten. Dit was geen initiatieve opzomming, dit waren een voorbeeld. Ik was er zelf aanwezig, uw collega Mark Boos was ook aanwezig, u was er zelf aanwezig. Nee, maar ik kan, ik durf mijn collega Mark Boos gerust geloven en hij heeft mij duidelijk, of andere mensen hebben mij duidelijk laten weten dat het is. Daar zijn 3 mogelijkheden opgezond en die zijn niet initiatief. Meneer Sterks, ik ga proberen verder af te beantwoorden. Het is inderdaad zo, ik was daar niet aanwezig, dus ik heb dit ook moeten horen van de mensen van de communicatiedienst die daar vergaderd hebben. Dus dit alles was als illustratie bedoeld en dus niet als volledige opzomming. Maar op commissie 3 was u wel aanwezig. Ja? Er zijn 8 basisconcepten getoond die in de eerste onderzoeksfase zullen worden bekeken, namelijk de 7 concepten die een ingreep maken en het concept van de huidige situatie. Er waren er eigenlijk dus 8 in totaal. En het zijn die eigenlijk zo gebruikt gaan worden voor de workshops. Dan in verband met het tweede gedeelte van uw vraag, om geïnformeerd te zijn door de burger enzovoort. Het is in die eerste workshop met bewoners niet de bedoeling om de verschillende concepten tegenover elkaar af te markeren. Het doel van die fase 1 van het onderzoek is om aan basis van de grote concepten die vandaag al leven, de voor- en de nadelen, de bedreigingen en de kansen hiervan te benoemen en om samen te zoeken naar milderende maatregelen en of alternatieve concepten die meer kans maken. In dit onderzoek is de workshop met bewoners net een wetmoment om voor- en nadelen goed in kaart te brengen en ook om bewoners de kans te geven alternatieven te formuleren. Dit onderzoek is eigenlijk dus op vandaag nog niet afgerond. Ter voorbereiding gaan de diensten deze basisconcepten vertalen qua verkeersimpact, benodigde ruimtelijke ingrepen en dergelijke. Op commissie 3 werd al aangegeven van waaruit welke elementen de criteria worden gedistribueerd.
eisen van verkeersveiligheid, verkeersleerbaarheid en omgevingskwaliteit. Behoeftes van de verschillende gebruikers van het gebied. Elk soort gebruik stelt andere specifieke gebruikseisen. Als gebied gaan we in het onderzoek niet enkel naar het actiegebied zelf kijken, waar bijvoorbeeld de mogelijke inrichtingen gebeuren, maar ook naar effecten buiten dit gebied. Zoals bijvoorbeeld effecten op bereikbaarheidscentrum, hooglokale verkeerseffecten en dergelijke. Toekomstige ontwikkelingen qua wonen, werken, verplaatsen, beleven en de natuur. Ook kader, ruimtelijke structuurplan en andere plannen. Betaalbaarheid komt ook aan bod, realiseerbaarheid. Een aantal van deze elementen zullen door de diensten technisch vertaald moeten worden. En dat is ongeveer wat de workshops in eerste instantie zullen gaan worden. Ja, u kan de burger vragen om inspraak, maar u kan hem ook verdringen. En dit is verdringen. Ik heb al gezegd, dat is een heel complexe materie. Dat zal ik ook al wel overwonnen hebben. Er liggen 8 mogelijke scenario's voor en u verwacht van deze mensen dat zij op al de, ik heb zelfs niet een volgende boodschap, op al die criteria een inschatting kunnen maken en een oordeel kunnen vellen. Dat is burgers verdrinken en hen het gat voor overdraaien. Dat is een participatietraject opzetten zonder de bedoeling dat burgers oprecht participeren. Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.